Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Anders Games. Vandaag gaan we weer lekker verder met Scribblenauts Unlimited. En ik hoop dat jij er vandaag weer heel veel zin in hebt. Want ik heb er wel heel veel zin in. En als jij er veel zin hebt in vandaag, laat het eventjes weten met een duimpje omhoog. En dan gaan we lekker beginnen. En ik heb lekker naar jullie geluisterd. Ja, jij daar. Als je een reactie achter hebt gelaten natuurlijk. Want jullie hebben massaal dingen achtergelaten. Dingen die ik niet wist. En dan wisten jullie het wel. Bijvoorbeeld bij dit reclamebord moesten wij blijkbaar een enorm menu of iets. Moeten we hierop plakken? Of zo? Of eten? Ik weet niet, een eend? Nee, niet een eend, Roy. Of spaghetti, zei ook iemand. Dat je gewoon spaghetti... Oh, nee, nu gaat de hond dat weer eten. Shit. Spaghetti. Hetty spag. Maar nee, het moet op het bord of zo. Of iemand zou ook een poster... Dat we de poster op plakken. Oh. We weten het allemaal niet meer. We kunnen ook niet naar die man toe gaan of zo. Het reclamebord moet aantonen dat wat we hier verkopen. Ja, eten natuurlijk. Want dit is een restaurant. Dus dan doen we een eetposter. Poster. Eetmonster. Nee! Oké, een eetmonster. Kom maar op. Holy damn, we doen het gewoon eventjes. Jongens, jullie zijn de bom. Ook al heb ik het zelf een beetje opgelost. Maar dat maakt niet uit, jullie horen erbij. Waarbij aardbei. Oké, ik vind het heel mooi. De clown hang hier ook. En jullie zijn er... Roy, je bent er eentje vergeten. In het restaurant. Dus die gaan we nu eventjes direct doen. Diner service. Voeg de hongerige gasten. Kom maar op hoor jongens. Here we go. We gaan weer een challenge doen. Oké. Dit restaurant heeft heel veel verschillende gasten. Geef de schooljongen iets te eten om hem te helpen groeien. Oh, dan moet je broccoli. Toch? Want dat hoe heet het nou ook alweer? Want Popeye die nam altijd broccoli of spinazie. Nee, spinazie was het. En kreeg altijd dikke spierballen van. Kijk eens aan, dan krijg jij broccoli. Daar groei je van. Lekker? Niet lekker zeker. Oh joh, ja, kijk eens aan, dat bedoel ik. Door gezond eten en ben ik groot en sterk geworden. Kijk eens aan. Hoppatee, fixen we gewoon even voor. Oké, de vampier... Oh nee, er komt een vampier weer niet, jongens. De vampier wil iets nieuws proberen. Geef hem iets om zijn dorst te lessen. Dan geven wij een bloedsinaasappel. Sap. Dat hebben ze niet, een baardvogel. Dan geven we hem een enorm baardvogel. Kijk eens, lekker joh. Oké, dan geven we wel bloed. Hebben ze dat niet? Hebben ze dat niet? Uien. Of nee, wat, knoflook, daar zijn ze toch bang voor? Of wat was het? Ik weet het niet meer. Daar zijn ze bang voor of zo. Oh, hij eet het op. Oh, nou, hij vindt het helemaal mooi. Oké, bah, dat smaakt afschuwelijk. Ik kom nooit meer terug. Nou, jammer dan. Nee, de ballen, hè? De ballen. Doei. Oké, wie is de volgende klant? Oh jee. De robot is hier voor een upgrade. Geef hem iets lekkers om te eten. Dan geven we hem een bout. Weet je wel, zo dit. Kijk eens. Eet smakelijk, jongeman. Zoiets. Oh, kijk eens aan. Ik ben met jouw robotvoedsel gefuseerd en geüpgraded naar een Android. Een Android-telefoon? Oh my god. Tarzan is er. De kannibaal is op de special afgekomen. Schrijf iets dat de kannibaal kan eten. Nou, dat doen we een enorme oma. Kom maar hoor. Kijk eens. Lekker eten. Een enorme oma. Dag oma. Dat was precies wat ik nodig had. Een oma, yes. Jij ziet er ook wel smakelijk uit. Tot volgende week. Oh jee, shit, hij wil me bakken. Maar we hebben het gewoon gedaan, jongens. Ik vind die challenges echt leuk. Het zijn ook, ik weet niet, ze zijn gewoon een beetje makkelijk. Ik weet niet, ik vind het gewoon wel chill. En dan krijg ik gelijk weer een hele mooie star ride voor. En we hebben het level voltooid. Helemaal, goed gedaan. Bezoek Lily op de boerderij om nieuwe levels te ontgrendelen. Naar Lily. Oké, kom maar op. We gaan even naar Lily toe. Kijken hoe het met Lily gaat. We geven haar weer wat star rides. En kijken of dat wat beter, gaat. Nee, dat niet. Oh. Er komt een klein kind hierheen. Wat heeft dit kind... Wat doet dat kind? Oh, hij is weggeblazen. Oh jee. Oh nee. Oh, en Lily wordt nog groter. Nog meer versteend. Oh, we hebben een heel... Jeetje, dit spel is zo ontiegelijk groot. Oh, ik dacht van dat het zo lang was, maar het is een unlimited loop. Kijk, oh, mijn ogen worden helemaal gek hiervan. Wauw, oké. Dus bijvoorbeeld, om dit vrij te spelen heb je 12 van die star rides nodig. En hier bijvoorbeeld 30, en hier 40, en hier 50. Wow, dus jongens, we moeten echt hard aan de slag. We gaan het allemaal meemaken. Oké, eerst gaan we hierheen. Jullie hebben me zo massaal goed geholpen met, hoe heet het ook alweer? Met,
Ja, met die afval. Jee, jongens, we zijn nog steeds bezig met die afval. En jullie zeiden ook van dat de goudvisjes babytjes hadden. En inderdaad, dat hebben ze. Oké, jullie zeiden een lasergun. Iets dat ik een laserpen... Nee, niet een... Een lasergun. Schrijf dat zo, een laserpen. Oké, een laserpen dan. Weet ik niet. En dan moet je er hierop schieten of zo. Legen. Oh, nou, dat zit er nog in. Vullen. Oké, nee, dat moeten we ook niet. Jullie zeiden ook een spons. Dat ik het misschien schoon moet maken of zo. Even kijken. Gebruiken. Kijken of het werkt, jongens. Wordt het schoon? Wordt het schoon? Gebruiken. Nee. Er moet een betere manier zijn om dit afval te lozen. Ja. Maar hoe dan, game? Hoe dan? Kijk, en we hadden dit ook verkeerd gedaan. Het bijvoeglijk naamwoord moest leeg zijn. Is het nu leeg? Ja, nu valt de laserpen eruit. Oh jongens, we zijn allemaal een beetje dom. De schone afval. Misschien werkt dit wel. Schone chemisch afval. Yay! Oh jongens, jullie zijn ook een kernreactor. Ik weet niet hoe je dat schrijft, maar... ja, zo dus. Als we dit nou even erin gooien... Nou, we kunnen het ook niet oppakken of zo. Dat is nou het vervelende. We kunnen er helemaal niks mee. En de kernreactor zakt naar beneden. Ah, en de visjes die vinden het een beetje bang. Nou jongens, dan moeten we het maar een keer een andere keer gaan opzoeken hoe we dit moeten doen. Want we weten het nog steeds niet. Ik heb alles weer geprobeerd. Oh man. En sommige dingen hebben jullie ook gezegd. Ik heb alles hier op een lijstje geschreven. En nu ging ik in de game, was ik het lijstje vergeten op te starten. Ik heb echt letterlijk al de reacties net doorgezocht en alles. Naar de... Al jullie oplossingen. Maar helaas is het nog steeds niet gelukt. Oké, maar we kunnen wel eventjes naar het ziekenhuis gaan. Want in het ziekenhuis hadden we ook een operatietafel. En die man had ook nog wat nodig. Toch of niet? Was het hier? Chemie dat ik kan gebruiken om een operatie uit te voeren. En jullie zeiden heel veel scalpel. Een scalpel. Kijk eens aan. Die geven ze van haar. Fixed. Dan. Jullie zijn ook nog een zaag en een mes. Ik denk, wow, wat gebeurt hier? Je kunt spelen als Max als broer Kenpo. Nee, dat hoef ik niet. We gaan deze even helpen. Kom dichterbij om te starten. Kom maar op, jongeman. Of jonge vrouw. Ik weet niet wie je bent. Oké, komt hier. Ik doe altijd een leuk dansje, vind je het niet? Help de patiënten die naar het Sint-Asterix ziekenhuis gebracht moeten worden. Oké, kom maar. Ik ben de dokter. Oh, man. Oh, een arm katje. Een ziek poesje. Aww. Even aaien. Dan worden we ook ziek. Aww. Ja, een lief poesje. Maak hem ook even lief. Dit poesje is zo ziek als een hond. Maar het is een poesje. Oh. Schrijf iets om het te genezen. Oké, nou dan gaan we eventjes... hoe heet zoiets? Een spuit. We geven hem eerst eventjes een spuitje. Zo. Kijk eens. Aanvallen. Oh shit, ik wilde je niet aanvallen. Oh, het is een... Het is een... Nou... Ik wil hem niet aanvallen. Ik wil het gebruiken. Ik wil hem niet aanvallen. Arm kind. Arm dingetje. Ik ben zo ziek als een hond. Zorg dat ik zo snel mogelijk weer de oude word. Dan kunnen we toch... bijvoeglijk naamwoord. Dan kunnen we... gezond. Kijk eens aan. Oh, hij valt me nu wel aan. Oh shit. Val me niet aan. Val me niet aan het kreng. Kijk. Oh, de volgende komt. Ik sta klaar met mijn spuit. Oh jij. Ach, oh my god. Wat is dit nou weer? Zieke tanden. Auw, dat moet kiespijn zijn. Deze game met hun fucking woordgrapjes. Ik vind het zo leuk, hè? Oké. Even kiespijn. Een verdoving. Een verdoving. Een verhoging. Ja, een verdieping. Wat de hel, man. De game. Een verdovingsspuit. Verdovingsspel. Oh, dat is ook niet goed. Nou, dan schieten we daar maar mee. Gooien. Oh, we hebben het ook gedaan ook nog. Er is een bondgenoot verslagen. Wat heb ik nou weer gedaan? Heb ik iets fout gedaan? Ik heb blijkbaar iets fout gedaan. Oké, we moeten even opnieuw. Wat de hel? Daar snap ik niks van. Oké, we hadden blijkbaar een bondgenoot vermoord. Ik snap er helemaal niks van. We fixen deze even heel snel. Gezond. Kijk eens aan. Voordat het poesje niet gezond was, hadden we het berichtje gekregen. En nu is hij helemaal weer goed. Oké, kijk eens aan. De volgende. Komen de tanden weer. Hallo, tandjes. Zieke tanden. Echt ziek. Zieke tanden. Echt ziek. Oh, dat moet kiespijn zijn. Zeker. Wat kunnen we doen? Oh, ik heb kiespijn. Nou, dat doen we. Gezonde tanden. Gezond. Kijk of dat ook werkt. Dat is wel een beetje makkelijk. Gezond tanden. Gezonde tanden, Roy. Gezonde. Doen ze het nu? Nee. Oké. Dan geven we hem een tandenborstel. Dan gaan wij lekker even schoonmaken. Kijk eens aan, misschien werkt het dan beter. Nee? Misschien een beetje tandpasta. Tandpasta.
Kijk eens. Beetje tandpasta. Oh, het werkt. Kijk eens aan. Ze zijn weer schoon. Helemaal super. Nou, doe je tanden. Hé, de ballen. Oké, de volgende klant komt. Holy crap, wat is er met jou gebeurd? Roestige robot. Ah. Niet roestig. Nee, dat kunnen we doen. We moeten een beetje olie hebben, denk ik. Materiaal. Kijk eens. Houden we dat vast? Oh, dat kunnen we niet doen. De robot is kapot. Help me om hem weer aan de praat te krijgen. Oh, hij heeft elektriciteit nodig. Ik heb hem olie gegeven. Oh, en hij doet het alweer. Dat was snel. Dat is makkelijk. Nou, hij gaat er vandoor. De volgende klant kan komen, hoor. Kom maar. Wat de hel is dit? Een boek. Ja, hoor. Er komen boeken naar het ziekenhuis. Ik neem ook altijd mijn boeken mee naar het ziekenhuis. Als ze kapot zijn of iets. Oh, are you kidding me? Het verhaal is niet volledig. Waar is het laatste hoofdstuk? Nou, dat gaan we nu toveren. Hoofdstad. Hoofddoek. Ja, tuurlijk. Een hoofddoek. Kom maar op. Kijk eerst, alsjeblieft. Arr, ik ben een piraat. Weet ik veel. Een boek. Ik geef wel een ander boek. Doe ik hem erbij. Wat? Bruin gebarsten boek. Volledig. Vlezig, vosserig. Nu is het een vosserig boek. Oh, als hij het nu ging doen, dan ging ik echt bad. Oké, even oprapen. Zo, we gooien hem gewoon lekker weg. Zo, pok. Even weg. Oké, hoe gaan we dit fixen, jongens? We moeten nog twee dingen fixen voor de Star Ride. Maar, hoe gaan we dit boek... Hoe gaan we dit boek doen? Ik heb geen idee. Het is een hond, blijkbaar. Mijn hoofdstuk is niet volledig. Waar is het laatste hoofdstuk? Bruin gebarsten vosserig boek. Oh, daarom staat het vosje hondje dingetje daar. Ik verander het wel eventjes. Even terug. Wat doen we, jongens? Even kijken. We kunnen over een paar seconden kunnen we ook de hint zien. Dus dan wachten we daar wel denk ik eventjes op. Oké, jongens. We kunnen de hint kijken. Wie is een expert in schrijven? Een auteur. Kijk eens. Dit is toch een auteur? Oh, dan. We hebben het gefixt. Natuurlijk. Want hij schrijft de hoofdstukken. Dus ja, dan heb je natuurlijk een auteur nodig. Iemand die schrijft. Oh ja, natuurlijk. Ik breng altijd mijn auto naar... Oh my god, naar een ziekenhuis. Het is niet helemaal goed onder de motorkap. Rokend, waardeloos rammelbak. Oh jee. Nou, dan geven we toch een nieuwe motor. Dat is toch veel makkelijker. Oh nee, niet een nieuw voertuig. Dat is niet goed. Een motor, elektronica. Kijk eens aan. Proppen we die erin? Nee, oprapen. Rap het maar lekker op. Oh, en hij doet het alweer. Nou, dat is snel. Dan gooien we die ook weer weg. Oh, de hoofddoek. Oh, daar gaat de hoofddoek. Zo, oké. De volgende klant. Oh, nee. We hebben geen klanten meer. We hebben de Star Ride gevonden al. Kijk eens aan, jongens. Doen jullie ook wel eigenlijk een dansje als we dat iets hebben? Dan zijn we wel leuke muziek. Maar we moeten wel een dansje natuurlijk, hè? Oké, ik vind het heel mooi. We gaan eventjes verder naar boven. Want we missen hier nog een paar dingetjes. We missen hier nog heel wat Star Rides. Help me weer te lachen. Een blije clown. Dan doen we blije clown. Doet hij het dan? Een blij clown. Waarom doet hij dat niet? We kunnen hem toch wat leuks geven. Dan geef ik hem een maatje. Kijk eens, een maatje voor jou. Ben je nu blij? Oké, hij mag dan echt op de pot. En gebeurt helemaal niks wat hij doet. Oké, we gaan lekker naar boven. Even kijken. Hier moesten we ook nog wat fixen, toch? Nee, we moeten nog verder naar boven. Oh, maar dat konden we eerst helemaal niet, hoor. We konden niet hierheen. Of zijn we nog helemaal niet geweest? Iets in de kleuren van mijn team zou me echt motiveren om de race te winnen. Nou, een blauwe... botsauto. Kijk eens, een blauwe botsauto. Hoppatee. Oh jee, daar gaan ze. Terwijl ik dit neer te zetten. Oh shit, oh, hij heeft niet gewonnen. Of wel? Oh, hij pakt hem gewoon af. Een dagje naar de races. Oké, ik vind het helemaal mooi. Oh, dit is een patiënt. Nou, daar hoeven we niks mee. Oké, jongens, doe je de ballen. Wat kunnen we hier doen? Kunnen we dit meisje helpen? Yes. Ik heb de bestelling voor de transplantatiepatiënt achtergelaten. Een paramedicus. Het zegt me helemaal niks wat het is. We gaan gewoon transplantatie intikken. En kijken wat we krijgen. Een transporttank. Ja, kijk eens alsjeblieft, mevrouw. Je zoekt het me lekker uit. Oké, wat is dit trouwens? De voorwerpenwerker openen. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, misschien kunnen deze ooievaar wel helpen. Ik ben vergeten dat ik ook alweer moest afleveren. Kun jij me helpen? Nou, een baby misschien. Kijk eens, jongen. Mooi ooievaar. Speciale levering.
Hij neemt hem ook letterlijk zo mee. Niet in zo'n zakje, net zoals in de films. Want jongens, zo ontstaan de baby's niet echt, hoor. Oh, dit is de cooler. Misschien moeten we een hart hebben. Een hart. Organisch. Proppen we die er lekker erin. Zo. En werkt het nu? Yes. Kijk eens aan. We hebben 10 star rides. Dat betekent dat we denk ik bijna een volledige star ride hebben. Maar we moeten nog één dingetje fixen. En dat is... Waar was het nou? Ik weet niet meer waar het was. Er was er nog eentje. Oh, dat was die rotclown. Potverdrie. Ik ga hem deze spons geven die ik nog steeds in mijn hand heb. Hier, geven. Ik geef hem een lekkere spons. Je zoekt het maar lekker uit. Oké, wat kunnen we geven? We kunnen hem een computerspelletje geven. Kijk eens. Dan geven we die zo aan... nee, de bloem gaat niet spelen. Nee, we geven hem aan de clown. Ga ze allemaal opzij. Geven. Doe dan wat, joh. Dan stelen we hem wel weer. Hier, speel. Wat de hel gaan we doen? Nou, hij vindt het allemaal niet meer leuk. Help hem weer te lachen. Nou, dan pakken we toch een andere clown. Dan laat die clown jou lachen. Dat hebben we vorige keer ook geprobeerd, volgens mij. Kijk, deze mensen kunnen wel lachen. Waarom lacht hij niet? Speel. Maar daar komen we niet voor. We komen voor de blij clown. Ik heb letterlijk geen idee, jongens. Ik heb een beter idee. Jullie mogen weer laten weten. Voor de blij clown. Laat de clown me lekker lachen. En dan hebben we dit level ook voltooid. Dus laat me een beetje weten hier in de reacties hier beneden. Hoe we deze clown kunnen aan het lachen maken. En dan zie ik dat graag terug weer in de reacties hier beneden. Hopelijk vond dit weer een leuke video. Ik kan geen eens meer spreken, jongens. Wat een gekte. Ik word helemaal gek van de clown. Zo. En als je dit een leuke video vond, ga dan eventjes het duimpje omhoog doen. En als je het niet leuk vond, doe dan eventjes nog steeds. En dan zie ik jou volgende keer weer met een nieuwe video hier op Anders Games. Jongens, bedankt voor het kijken. En bye bye.